Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remes. Jawel, vandaag is ook al open thuis al langs geweest. We hebben hier een heel leuk gesprek gehad. Op 2 februari heb ik terug een nieuw gesprek met open thuis, dus daar ben ik hun heel dankbaar voor. Ik ben nu mijn schoentjes ook aan het uitdoen. Waarom dat er afgelopen paar dagen geen vlogs waren, kan ik nu ook even een duidelijkheid geven. Omhoog van, ik heb iedereen even in de steek gelaten, want mijn oma heeft een pacemaker moeten plaatsen. En ja, dat is goed, ja, zo verlopen. En nu is zij aan het revalideren, maar nu komt de zwaarste operatie. De zwaarste operatie is, ze gaan dan ook bij haar een nieuwe hartklep steken. Dus ja, het zijn bange dagen ook voor mij, stressige dagen ook voor mij. En dan valt ook nog eens mijn auto kapot, dat is nog eens nummer 2. Dan valt nog eens mijn gsm kapot, dus heb ik in één keer black screen. En dankjewel Glenn, dat je voor mij dat wilt herstellen. Dus die is daar momenteel ook mee bezig. En dan komt wel alles wel goed en terug richting de oude Cycle TV. Maar het heeft even nu echt tijd nodig met hectische dagen. Het zijn geen feestdagen meer. Jullie zeggen, dat zijn toch geen feestdagen meer. Je kunt ook van alles in de sneeuw gaan filmen. Wauw, kijk. Wat voor content kan ik hier maken in de sneeuw? Laat het mij hieronder in de reacties eens weten. En nee, dat is niet mijn wagen, want dat is een Ford Fiesta. En ik heb een Opel Corsa. Dus nee, ik sta daar niet geparkeerd. En dan nog iets, kijk hè. Ik doe het niet alleen hoor. Joink, daar staat nog een auto. Dus kijk eens hoe dik dat het sneeuw ligt. Wauw. Daar ligt toch de sneeuw nog heel mooi op. Omdat vandaag kan de zon lekker niet aan. Dan gaat daar nog heel lang blijven liggen, denk ik. Holy shit. Dus ja. Ik ga ook geen lange vlog maken voor vandaag. Omdat van... Het is ook redelijk laat geworden gisteren. Ik ben stiekem kapot. Ik ben ook nog altijd wat moe. Omhoog van, ik heb ook nog altijd last van mijn buik. Omhoog van, wat er is allemaal is gebeurd, heeft het even op mijn darmen geslagen. Dus ik heb heel veel last van mijn darmen. Stress. Stress van mijn gsm. Stress van mijn auto. Stress van mijn oma. Ja, dat heeft even om mijn darmen geslagen en daarom dat ik ook deze medicatie aan het innemen ben. Straks gaan we ook nog heerlijke hotdogs eten, maar ook, we zitten nu al 3 minuten en een half al verder, je hoort het misschien, is het pimpapet tijd. Met de W van Walter, of van water, of van wakka wakka yeah yeah. Ja, dan moet ik ook nog eens een kleine song contest dus doen. Moet ik eens nog eens doen, ja, een song contest hier bij Cycle TV. Dat moet dus toch eens lukken. Oké, dus met de letter W. Iets dat je gebruikt bij het klussen. En ik heb het dus al gezegd, hè. Dat kun je overal mee gebruiken. Ik heb het al gezegd. Iets dat je ergens op kunt smeren. W. Iets waar je op kunt smeren. Ja, ik weet ook alweer al eentje. Voilà. Ik weet er ook eentje. Maar ik controleer ook wel de vragen. En dan wil ik toch nog eens... toch nog één... Eén liedje hier ook nog steken in mijn vlog. Dat het toch nog een redelijke WAV-vlog is. Dus ik heb mijn Spotify openen. En daar heb je dan ook altijd die mooie lyrics of zoiets. Dus zo wil ik karaoke, dat je dan zo wat kunt meezingen.
Dus momenteel is mijn Spotify aan het openen en ik ga eens zingen. Ik ga eens even kijken. Een liedje dat ik ken. Waar is mijn playlist? Oh. Ik vind mijn playlist niet meer. Oei, oei, oei. Dus even kijken, want Spotify is precies vernieuwd. Psycho TV. Voilà, playlist. Ik heb hem teruggevonden. En dan gaan wij eens... Eens even kijken. Ik heb dat ergens hier van onder staan, denk ik. Oh ja, ik wil Als de zon opkomt. Of, wel, Ik wil fietsen. Ja, van Milan Knol. Daar gaan we dan. Staat daar ook een lyrics bij? Ja, daar gaat. Oké. Even kijken als ik het ook wat op mijn e-kamer kan zetten. Zo, voilà. Ja. Hier gaan we dan. Ik ga het een klein beetje meezingen, dus ik ga dus naar mijn beeldscherm kijken. Daar gaan we weer, dus ik pak hem bij hem aan. Milan Knol kan niet zingen, heeft een piepstem. Ik ben Milan en ik heb een piepstem. Ik heb een fiets met een zadel, ik draag. Lololololo. Ik draag zonnebrillen. Heb er 10, dat moet je wel willen. Ting pang kong kong, dat is Chinees. Ding dang dong dong, dat is de bel. Oh, dat komt naar de N in het alfabet. Echt? Ik wil fietsen! 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 Dit is mijn fietsen. Dit is mijn voorband. Oh 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 oh. Dit is mijn achterband, oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel, oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel, oh 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 oh. Oh my god, ik pomp mijn banden op. Dit lied gaat dus over mijn fiets. Kijk naar mijn hand, daar staat niets. Dit lied gaat dus over mijn zonnebril. Kijk naar mijn hand, daar staat een bril. Een fiets krijg zonder handen. Kijk naar mijn hand. Dat is zonder. Ik trap graag op mijn fiets. Kijk naar mijn hand, daar staat niets. Ik zing mijn nummers zonder autotune. Ik wil fietsen, 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 ik wil fietsen. Dit is mijn voorband, oh 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 oh. Dit is mijn achterband, oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel, oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel, oh 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 oh. Oh my god, mijn banden zijn nu leeg. Ik kan niet fietsen, want mijn banden zijn leeg. Wat moet ik nu? Koop dan een auto. Maar met een auto kan ik niet door een steeg. Ik heb geld voor een nieuwe auto. Ik moet gaan werken, maar dat wil ik niet. Achterop mijn auto zet ik mijn fiets. Wat ik nu, wat moet ik nu, en nu, dit auto, nou geen geld, nee. Oh, dat komt naar de N in het alfabet. Auto? Ik wil een auto, ik wil een auto, ik wil een auto. Geef mij een auto, ik wil een auto, ik wil een auto, ik wil een auto. Geef mij een auto. Dit is mijn voorband, oh 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 oh. Dit is mijn achterband, oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel, oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel, oh 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 oh. Oh my god, ik heb een nieuwe auto. Voilà, dankjewel, 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 dankjewel. Om te genieten van mijn zangkunst. Echt waar, dames en heren, het was echt heel, heel, heel leuk. Dus even kijken als ik nog eentje kan doen voor het af te leren. Ja? Ik kom zo meteen. Wat blijft?
Ik ben zo meteen terug bij jullie. Oké, ik ga dus nog een halve zingen. Weet je wat? We gaan eens richting... Zoals mijn Gert? Ja. Oké, de bel doet het niet. Zeg Gertje, gaan we dat nu zingen? Inderdaad, vertellen wij jullie nu het waar gebeurde verhaal van onze bel. We zaten in een kamer met koffie en een koek. Meneer burgemeester kwam op bezoek. We hoorden buiten een zingen, hij had een goed humeur. Hij had wachten tot hij je belde, maar hij... Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. De bel doet het niet. Dankjewel. Dit was het. Dus als je het helemaal wilt horen, de bel doet het niet van Salsom en Gert. Voilà. Ik hoop dat jullie wel genoten hebben van deze kleine vlogje. Ook met een kleine update waarom dat er ergens geen vlogs zijn. Goede vlogs zijn. Ik ga het even zo ook zeggen en al. Ja, omdat ik zit heel zwaar met mijn gedachten bij mijn oma. En daarbij heb ik zo wat Psycho TV wat laten verwateren. Maar gisteren was er in een vlog, vandaag is er in een vlog. Dus ben ik wel al blij omdat er opnieuw 2 dagen al een vlog is. En dat jullie ook wel kunnen genoten hebben van mijn zangtalenten en al. En ja, en ik hoop ook oprecht dat het ook goed gaat met mijn oma. En dan wil ik ook nog iets anders. Ik steun ook Acid op de achtergrond, want wat ik allemaal heb gehoord van Acid, wat daar boven zijn hoofd hangt, dat is niet goed. Dus mensen, duim voor Acid, want hij heeft totaal niks gedaan. Hij heeft totaal niks fout gedaan over de reuzegommers. Hij heeft allemaal alleen maar goed willen doen. En waarvoor moet hij dan gestraft worden? Dus hij heeft al sowieso gezegd, ik ben sowieso al verloren, maar wat ik heb gedaan is wel goed. En daar sta ik achter. Voilà, bij deze. Heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Ik ga nu wat rusten. Ik ga mijn masker wat op orde proberen te krijgen. Want die is ook niet 100%. Zelfs ga ik gewoon hotdogs eten. Ga ik ook met mijn schatje ook wat Rummy Cup spelen. Of Yahtzee of Uno. Noem maar op. We gaan ook wat series kijken. We gaan het ook niet te bont maken. Mijn wagen is ook nog vandaag binnengedaan bij de garagist. Dus daar gaan ze vanavond aan beginnen. En normaal gezien vanavond of vannacht moeten we ook al klaar zijn. Oftewel is het de laatste morgen. Dus ik ben daar 1000% dankbaar voor aan mijn papa. Dus dat hij dat ook nog altijd wil doen voor mij. En ja. Bij deze ga ik het ook afronden. En ja, dan zien we wel waar het ook nog vandaag nog op uitdraait. Ik ga de camera er niet bij pakken vandaag, omwille van... Ik zit nog zo wat in een dipje. Ik geef dat ook eerlijk toe, ik zit in een dipje. En van mijn oma en mijn gedachten zijn zo zwaar bij haar. Dat ik niet aan het nadenken ben van hoe ga ik verder Psycho TV uitbouwen. En ja, als jullie het ook goed hebben gezien, mijn vlag hangt half. En die is door de warmte, is de pleksel... eraf gevallen. Goed. Maar ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal zo snel mogelijk terug. Jullie zijn nu even op de hoogte gebracht ook mijn situatie, hoe ik mij voel. Dus momenteel even niet goed. Maar het kan alleen maar beter gaan. Ik zal het zo zeggen. Maar momenteel even niet, tot de operaties er wel achter de rug zijn. Tot oma zei van oké, het is terug. Ik ben terug te ouwe. Dan ben ik terug wat gerustgesteld. Dan pas ben ik echt gerustgesteld. Dus mijn gedachten zijn bij mijn oma. En sorry, ook voor de admins. Sorry dat ik er niet ben voor jullie. Maar hopelijk begrijpen jullie dat ik het even moeilijk heb.
duimpje. Abonneer. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Yo.